This is Impact in Focus, a series that takes you along into the inspiring world of research at the University of Groningen. Discover how our researchers bring about change and what impact they want to make. Ik ben René Veenstra, ik ben hoogleraar sociologie. Ik doe onderzoek bij kinderen en jongeren en ik doe vooral onderzoek naar hoe ze elkaar beïnvloeden in hun gedrag, bijvoorbeeld bij pesten. Ik doe onderzoek naar de sociale netwerken van jongeren. En dan gaat het eigenlijk om bijvoorbeeld wie met wie bevriend is of wie elkaar helpt in de schoolklas of wie door wie gepest wordt. Met die netwerken probeer ik te achterhalen wat eigenlijk bijvoorbeeld de sfeer in een klas is. Of sommige klassen rotklassen zijn, terwijl andere klassen hele fijne klassen zijn. En ook probeer ik te achterhalen hoe jongeren elkaar beïnvloeden in hun gedrag. Een belangrijke vraag in mijn onderzoek is hoe we pesten kunnen terugdringen. Ik zie pesten daarbij niet als een individueel probleem, maar vooral als een groepsprobleem. En vervolgens is dan de vraag in mijn onderzoek, hoe kunnen we ook de groep gebruiken om de pesten aan te pakken? Kan de oplossing uit de groep komen? Met mijn onderzoek naar pesten ben ik zo ongeveer in 2005 begonnen. En in het begin heb ik vooral onderzoek gedaan naar hoe het pesten werkt. En op een gegeven moment kreeg ik ook steeds vaker de vraag, wat kunnen we er tegen doen? Dus toen ik in 2010 de kans had om een goed antipestprogramma uit Finland naar Nederland te halen, het KIFO-programma, ben ik dat gaan doen en ook dat programma gaan evalueren. Het is bedoeld voor basisscholen. En leerkrachten worden in 2 dagen getraind om te werken met het programma. En vervolgens is aan hun de vraag om zeg maar eens in de 2 weken een half uurtje een les te geven aan leerlingen over hoe je met elkaar omgaat, hoe je met elkaar communiceert, dat respect voor elkaar belangrijk is, hoe je ook voor elkaar op kan komen. Het is eigenlijk heel erg bedoeld om te voorkomen dat er gepest wordt op school. En inmiddels zijn er zo'n 10.000 leerkrachten getraind met het programma KIVA en hebben meer dan 150.000 leerlingen KIVA-lessen gehad op school. Dus dat is best wel een grote impact. Ik ga elke dag met heel veel plezier naar mijn werk, want ik werk met een prachtig team samen aan die vraagstukken rondom hoe jongeren elkaar beïnvloeden in hun gedrag, de positieve en de negatieve. Wat ik daarbij ook heel bijzonder vind is dat ik met ook mensen uit andere disciplines, dus niet alleen de sociologie, maar bijvoorbeeld ook de psychologie of neurowetenschappen samenwerk. En een van de nieuwe projecten waar ik me mee bezig ga houden is bijvoorbeeld of jongvolwassenen elkaar ook selecteren op hoe ze in de hersenen informatie verwerken en of ze elkaar er ook in beïnvloeden. Dus als je veel met bepaalde mensen omgaat, zie je dat later ook terug na een paar jaar in je hersenontwikkeling. Nou, dat vind ik een hele spannende vraag. Dus dit soort ontwikkelingen, dat maakt dat ik elke dag met veel plezier naar mijn werk ga.